Hoezo sta ik zo rijk op het leaderboard? Ga ik bij. Omdat er iedereen op jouw 175 is geland. En terecht. Je gaat wel weer tol betalen bij Sander. Ja, dat is niet hier. Nee, dat is niet hier. Hé, geld. 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 Bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik heb het je verteld. Het is allemaal geld. Oh, my landing gaat echt lekker, Ring. Nou, ik sta hartstikke onderaan, maar ik ga fantastisch. Hé, kijk dan! Nee, kijk, er gebeurt nog niks. Nou, dat is eentje twee, hoor. En je krijgt nog van die euro's munten. Luigi? Daar ben jij. Dat is zo'n coolie guy. Oh. Oeh, dat is perfect! Ja, dat is... Nee, dat is niet perfect, dat is één te weinig. Godverdomme. Maar... Ik vind het perfect hoor. Of twee te weinig. Of ja, ik weet niet waar je op wil komen. Ik denk dat ik nu official blood ben. Maar Sander, verkoop je die ene nou dan? Hoeveel moet je ervoor hebben? Die bij dat groene ding, links de map. Nee, ik ruil alleen als je iets leuks voor geeft. Oeh, hij gaat zelling. Ik ben niet te ruil. Waarom ga je die aan Simon verkopen? Die hoef ik niet voor dat geld te hebben. Wat heb ik... Wat heb ik... Maar wel, ja, probeer dat maar eens met jouw controls. Haat hoor. Hé, hey, dat is een veel betere prijs. Ja, maar Milan staat ook rood. Ik geef je 305 voor. Ik heb het idee dat iemand zo meteen heel veel aandelen gaat kopen. Eén coin. Ik kan niet meer doen, het draait iedere keer terug. Oké, dan moet je anders. Wacht even. Oh, omdat zoveel geld heeft Sander niet meer. Die heeft nog 2 kost en 7. Oh, maar dan kunnen we nog wel interessante doen. Ik krijg deze. Ik krijg die. Ik zou dat wel doen. Ja, 10. Dat ga je toch niet doen. Ben ik bang. Ik zou wel geruild hebben, denk ik. Ja. Kan niks doen, San. Jij moet doorklikken. Oh, nu moet ik negotiate turns. Oh, sorry. En je hebt me aangepast. Ja, oké. Nou, dat is toch wat. Boggering! Ja. Nou, oh, dat wordt een gevaarlijk straatje. Ja, ik moet toch geld hebben. Wat ben je toch allemaal weer aan het doen? Hij is geld aan het bieden. Buy shop? Hij gaat wacht even. Dit snap ik niet. Ik ga buyen. Oh ja, Simon, nou, dit wordt ik ga, leuk. Jordi heeft gewoon geen zin meer. Ik ga pas een shop kopen als ik zelf een langere shop heb. Of verkopen. Oeh, ik wil iets meer zeker gaan inkopen. Nou. Oh, ik had echt gelachen als je nu op 5 was gekomen. Dat was wel grappig geweest. Ja, dan had hij naar boven gegaan. Oh ja. Zo. Nou en? Moet ik wel de goede kant op gaan? Bijna. Ja, bijna. Nee, ja, bijna. Oeh, ja, nee, ja. Ja. Net zo'n kraanspel bij de kermis met dit. Ja. Oh, geniaal. Wacht even, dus ik krijg dan het geldbedrag. Ja. Voor die ene shop. Ach, eens, doe je het. Ah, ik doe het. Ik ben blut, dus ik moet wel. Ja.
De drachting. Er is maar één iemand die stijf onderaan staat. Ja, daarom. Maar zolang ik het niet ben, vind ik het best. Oh, jij bent het, Milan. Dat vind ik ook niet best. Ja, hij is ook echt niet aan het opletten, hè. Het spijt me als je soms drie keer in beeld komt promoten omdat ik steeds verkeerd klik. Oh, geen stocks kopen. Gewoon meteen stoppen en meteen weer door. Eigen kant op. Ik ben maar één keer. ik snap het. Nou jongens, we zitten hier nog wel even. Ik moet zo meteen de B-knop drukken om naar beneden te gaan. Helemaal goed. Wee. Ik had hem een beetje gejinxed volgens mij. Nee, dat denk ik ook. Ja. Nou, ik zou het gedaan hebben. Ja, ik ook. Oh. Nee. Zelfs stocks. Je moet sowieso geld verdienen. Ja, laat maar. Ik dacht van, ik heb toch niet op buyout gedrukt? Jawel, volgens mij wel. Het wordt nog, hè? Eén. Nou. Gezellig. Jullie gaan allemaal naar mij toe, dat vind ik lief. Maar Miran, jij staat dus onderaan, hè? Dus jij had dat in principe niet gehoeven. Als jij onderaan staat, dan vind ik, dan hoeft dat niet. Als jij even één gooit, dan kan je het goed maken. Oh. Wat? Als je één gooit, dan kan je het goed maken. Oh. Ja, jongens, sorry als straks een 5 keer promotion in beeld komt. Sorry. Dit vind ik pestgedrag. Ja, is ook pestgedrag. Sander, je hebt 1000 ready cash. Pomp me helemaal vol. Ja. Alles in J. Alles in I. Alles in je eigen straat misschien? Oh, dat is ook nog een optie natuurlijk. Ja, fuck it. Ga ik ook met doen, Sander. Ik vertrouw meer jou dan mezelf. Yo, ready cash. Stop hier. Sure. Yo, check mij. Gegaan. Och, daar gaan we weer. Jezus. Ja, dat is van die subreddit, Simon. Gegaan. Wat heb ik gemist? Hoe bedoel je? Welke subreddit? De subreddit. Van onze subreddit. Oh nee, nee, niet die. Die niet interessante, zeg maar. Het is Jordi met een hele monopolie. Nee, ik mis een monopolie, hoor. Ja, hij heeft een halve monopolie. Ja, zijn hoog. Niet meer monopolie, maar dat maakt niet uit. Door betalen aan Sandering. Belding. En nog van de coinings. Van de coinings, ja. En nog van de stalkings. Ik ook nog, shit. Je kan B. het. B. Jij bent zo goed in de controls, Simon. Hoe doe je? Nou, maar. Nou, niet liegen. Het is wel jammer dat ik geen geld heb. Ja. Ja. Ah, min 1. Lullig hoor, dat je me zo misgunt. Ja. Yo, Milan, je hebt promotion. Ik ben blij. De game is gunt je ook keihard. Kijk, nu sta je nog steeds laatst, trouwens. Ja, sorry. Leuk. Sorry. Hoezo ga je nou in mijn straatje? Hij gelooft in je, Sander. Oké, ja, dat mag. Dat is op wel jezelf, op jezelf landen. Oh, dan kun je investing. Ja, nee, dan krijg je geld van de ding. Ah, cool. Meer van hoe meer net worth je hebt, des te beter. Maar ja, als je niet heel veel net worth hebt, kan je ook niet zo heel veel ervan maken. Ja. Kijken, wat kan ik het best doen? Het is wel lekker als jullie erop komen. 7. Je had er moeilijk over nadenken, je moet toch beginnen met zoets. Je moet toch ergens heen. Ja, maar ik mag wel kijken waar naartoe. Dat weet ik. Linksboven is de beste optie. Ik bel met Davina even. 3, 4, 5, 6. Ja, of rechtsonder. Hou op, jongens. 5, 6, 7. 5, 4, 3. Jij bent een leraar, hoe de fuck kan je zo snel traag rekenen, echt? Oh. Maar hij is scheikundeleraar. Dat maakt het niet beter. Dat weet ik. Maar ik moest gewoon tellen. En tellen is wel lastig. Ik reken altijd, dat is makkelijk. Maar tellen? Wat? Tellen is lastig. Dat kan ze wel niet wel vertellen.
ik in de knop. Oh. Fanning the shopping. Wow. Hey, ik heb daar stocks. Heb ik daar geen stocks? Oh ja, ik had daar ooit stocks. Maar toen ging je dead. Oh, toen ging je dead. En moet ik op jezelf landen? Moet helemaal niks, ik kan ook op jou landen. Och, gaat weer spoelen hoor. Het is altijd hetzelfde. Pompen. Ja. Ik wil een beetje stoks houden. Niet zo, gewoon op aanrammen. Kom op. Nu moet hij wel stoks verkopen. Ik heb zo'n gevoel dat ik dit potje bankrupt ga. Het zou wel leuk zijn. Of jij, nou, ik denk dat ik eerder bankrupt ga. Ik denk het niet. Ik denk dat tussen mij en Milan gaat van bankruptie. Hoppa. Niet hoppa. Oh. Hoppa! Jezus, hoeveel jij al aan dit plekje hebt verdiend, is echt niet normaal. Ik had daar weer geld in moeten pompen. Yeah. Oké, ik ga rollen. Pop centering! Hey! Wow. Go booming! Kopen! Ja. I love coke. Oh, ik dacht dat je het anders zei. What? I love coke. Nee. ook. Dat is een echte zakenman. Dat is hoe het werkt met vastgoedmakelaars, toch? En handelaars. Yes. Magische poeder, letterlijk. Ja, vrij Migo op de Zuidas. Jij bent ook zo'n held. Bowser, jij bent de zakenman. Zeg jij dat, Sander? Je bent wel de laatste die er mag zijn. Oeh, buyout. Doe het, browser. Nee. Kijk, ik heb geen optie, dus dan kan ik ook niks doen. Oh, ja, die moet je. Heb ik hier geld voor? Ja, daar heb je al geld voor. En anders maak je geld. Dat is ook eigenlijk het enige wat je nog over hebt. Dit is wel balen. Hé, hey, lekker relaxy. Ja, ik ben het zeggen, ik was even bang. Hotse vlot. Ik denk wat stocks ga verkopen. Bijna alles. Helaas heb ik geen stocks meer, dat maakt het wel een beetje jammer. Net nu het zo veelbelovend is. Tuurlijk, ik ga weer betalen. Wie komt er naar mij toe? Ik heb geld nodig. Sander is weer in de mute stand. Ja. Oh nee. Nee. Niet de grootste, maar... Oeh, kijk, daar houden we van. Ah, dit is niet fijn. Betaling. Dit vind ik heel fijn, hoor. Ja, dat snap ik. Ja, niet wel. Ik zal nog eens in je investeren, Sander. Dat heb ik wel een goed plan. Oh. Hey, stock monies. Kan beter. Ja, ik moet jou ook in leven houden, hè, Milan? Ja. Oh, je komt op jezelf. Dat wordt spruce. Oh. Dat wordt spruce. Is W. Nee, ja. deze keer. Oké, okay. Nu doe je stop, ga je spruisen tot maximum. Oh, je hebt geen geld meer. Oh. Never mind. Mind. Oh, hij heeft nog maar één stok. Ja, hij heeft nog een paar shops die hij kan verkopen. Hij moet een shoppie verkopen. Hetgene waar die op staat, denk ik. Dat denk ik. Nee, die wil ik niet doen eigenlijk. Ja, deze inderdaad, is een goeie. Ja. Dat is bijna vergeten. Degene waar hij op staat, ja, die wil ik niet doen. Nee, dat is juist het beste om te doen. Waar mag ik niet bieden? Geen geld. Dat snap ik. Ja, jij moet wel op A klikken, dus welke knop is A? Ja, we weten dat Sander dat we ook kan investeren.
Tatis is gewoon snel op die twee knop in en dan word je in één keer genaaid omdat Jordi hem niet wil kopen. Dat is wel Jordi's tactiek meestal, ja. Sander, genoeg aan Jordi. Sander is fucking traag, dus dat kan ik er niet mee doen. Jammer. Om nu te klikken. Je hebt een nieuw Dinky. Ja, leuk. Ik weet ook niet eigenlijk waarom ik dit hier zo hoog op die boot. Ja, dat weet ik ook niet. Zoveel heb ik niet in die. Jij dacht, Jordi wil hem, ik ga hem niet opbieden. Ja, nou dat is op zich ook wel goed. Nee. Sander. Ja, sorry. Sander. Ja, ik raakte afgeleid. Wat was dat nou weer? Kan ik niet zeggen. Kat? Nee, dat pussy. Kan ik het wel zeggen. Dit is toch klaar. Maar, pussy. Maar hij heeft geen pussy. Hij heeft toch een kater? Nou, hij heeft 124 katers. Ja, ik had zondagochtend een kater. Ja, jij wel. Ik heb ook één poes hoor. Maar drie katers. Okay. Ja. Want wie is er elke keer met blikjes aan het kutten? Ik niet. Denk je? Ik niet. Simon. Kut. Ah. Ik had het niet door, het was onbewust. Even wat stokjes, ti. Yay, monies! Simon die gooit 2, dat is niet zoveel. Ja, het is een kaart. Dat is veilig. Gelijk de goede 85, hoppa. Zo. 7! Oh. Dat is echt niet veel, dat is nog veel. Dat is zeker niet verkeerd, dat is beter dan 10 winnen dan. Beter dan 10 van zijn lucky blok. Huh? Dan kom ik op Sander. Gezellig. Ja, nou, moet keuze maken. Eens mee? Motie of. Doe ik ook elke week. Wauw. Zijn er goed twee? Oké, ik ga rolling! Kabooming! En toen kwam ik op mijn eigen ring. Oh, dan mag ik investen. Boost things up. Pompen. Ja, waar denk je? Alles. Pompen. Ja, groepsdruk. Dit telt niet. Dit is niet eerlijk. Als ik nu dood ga, hè, dan is het allemaal jullie schuld. Dat klopt, ja. Helemaal terecht. Ja. Nou, dat duurt nog even. Ja. Echt, al mijn stocks zijn er ook uit. Inmiddels. Nou, Milo heeft het meest onder jou te lijden nu. Dat klopt, ja, altijd, hè. Ja. Hij lijdt wel vaker. Ah, wat een lucky boy weer, hè. Ja, ik zou ook een hoop van maken. Ja. Wat doet de hoop precies? Ja, die teleport iedereen daar naartoe. Oh, als nee. Je daar opkomt. Met een beetje mazzel mag je zelf de richting kiezen. Zo. Ik leid echt alleen maar om jullie verkoop van stocks. Ja. Ik heb geen stocks meer, gelukkig. Heb je nodig? Ja, je moet nog. Kan ik je betalen? Ja. Ik wil nog even niet naar jouw straatje toe, Jordi. Ik moet nu naar jouw straatje toe. Ik wil Jordi's voor intimideren. Maar die kom ik er net voorbij, ja hè? Skipje verleden. Echt, wat is dit voor? Wat is dit voor bullshit? Dit is heel sad. In last place, je bent de laatste plaats, maakt niet uit. Nou, oh, gelukkig maar. Het spel zegt eigenlijk gewoon, je bent de Al Milan. Zendering! Gooiing! Opzendering. Roll! Ja, sorry. Ben je weer afgeleid door je pushy? Nee, ik moest eventjes iemand helpen, maar...
Ik kan geen twee dingen tegelijkertijd eigenlijk. Pompen, stiekem. Pompen, nou, niet stiekem. Pompen. Ja, maar Sander heeft geen geld om te pompen, doe het nou niet. Ja, om te pompen, pompen. Maar hij heeft nog maar 35 stoks. Pompen. Het hoeft niet. Doe het me niet. Back. Okay, en dan bedoel ik niet zo'n rug. Maak ik het spel weer interessanter. Doe nou niet. Dat doe ik wel. Hij deed het toch. Net als mijn kater. Ja. Hij doet het al. Tuurlijk. Maar wat heb ik gekocht? Wacht, wat heb je gekocht? Heb je iets gekocht? Dat is goed. Hij zit Simon gewoon de win te geven. Hè? Heb je dat door? Ja, dit kan ik niet doen, want dit is te duur. Te duur? Ah, jij kan niet betalen, dus. Wil je hem de win geven of waarom doe je dit? Ik klaag niet. Want jij schiet hier toch helemaal niks mee op. Kijk eens even hoeveel geld ik nu heb. Daar ga ik zo meteen naartoe. Oh, je gaat Sander buyouten onderin? Oh nee. Dat was mijn idee totdat dit gebeurde. Ah, jongens. Als ik zo geweest ben, moet ik even snel naar de wc, maar ik probeer het zo snel mogelijk te doen. Ja. Dan moet ik de video gaan editen, dan dat kan niet. Nee hoor, want jullie kunnen gewoon doorspelen. Ja, maar dan moet ik zo meteen gaan knippen. Dat hoeft je niet. Moet sowieso al knippen, want ik heb iets verneukt. Zodat ik, ja. Besta, oh. Ah. Wat nee! Och. Volgens mij, als Simon aan de beurt is, kan je gewoon gerust naar de wc gaan hoor, geen probleem. Ja, maar ik ben na hem. Op een linker goed. Ik vind het ook zo mooi. We zijn nu al bijna een uur bezig. Sander heeft nog niks. Ja, I know. Jawel, ik heb één promotie. Jij hebt hier niks. Hebt oh, hier. Ja, nee, ja. Klopt. Ik haat dat ook echt. Shit. Oh, pijn. Suffering. Oh, ik ben gewoon te goed. Ja, dat is of op de bank of mij dokken. Laat het doen. Jullie wel wat veel. Slimme keus. Ik kan toch niet zoveel stocks kopen. Ik heb hier al veel stok. Wacht. Dat doen we. Ik stop hier. Oké, dan ga ik nu racen naar de wc. Succes hè. Dan ga ik even rollen. Hey. Oh, dat is fijn. Dan kom ik op mijn eigen. Dan kan ik spruce things up. Ga ik niet doen. Ik ga even... Wat flauwer, ja. Ja. Ik weet het wel. Ik zou gewoon naar linksonder gaan. Linksonder is toch het beste, is mij verteld. Ja. Het is niks van mij, het is gewoon alleen die van Sandering. Ja, nee. Dat kan ik nog betalen. Sander, ik heb een video-idee. Iets met Sukkel. Ik hoor heel veel geld rollen net. We hadden ooit een video. Minecraft in het verlies, maar dan doen we alle tekstjes randomize, maar overal achter elk woord staat ink. Ah, ink.
Dorting. Cobblestoning. Sand rain. Oh, Sandring is niet aanspreekbaar, hè? Nee, is weer gestoord. Echt. Die pushy moet heel vaak langskomen, of niet? Moet hem gewoon kokblokken. Ja. Eigenlijk wel. Hij is aan de beurt. Ja. Maar hij heeft het nog in de rol. Als we niet gaan spelen, dan betekent dat hij ons skipt. Als hij echt denkt van, weet je wat, ik geef de win aan Milan, gaat hij nu direct naar die tax office, gaat hij dock en alles aan Milan verkopen. Dat zou ik doen. Zou ik ook doen. Zou ik niet doen. Ik roll, Sand Rain. You can it. Sand Rain. Ik snap wat je bedoelt met geen 20.000 als limiet te doen op deze map. Ja, deze map is echt, echt heel heftig. Ik bel maar even op. Seasons in the ring, seas in the rain. Sander, dit er ook gewoon in. Kunnen mensen even naar de wc tijdens het kijken van deze video? Sander neemt mijn belletje niet op, helaas. Hé, ze ben je nog aan het bellen ook. Ja, misschien is hij wat sneller van. Sander, gooi even snel. Oh ja, hij gooit! Kabooming! Oh, moet je kijken. Hij gooit. Hij krijgt eindelijk een kaart. Oh, hij krijgt een kaart, ja. Op de kaart moet je nodig ergens zijn. Treuzel niet, ik kijk moest meteen. Moest je even wat doen, Sander? Ja, ik... Ja, twee dingen tegelijkertijd, doe dat nooit. Maar je, dat zei je net ook al, dat zei je net ook en toch doe je het weer. Ja, ik deed het al. Nou ja, ik deed nog hetzelfde ding. Want ik had nu beloofd dat ik dat zou doen. Waarom zei je het gewoon nee? Nou, want ik dacht... Kan wel, maar het kan niet. Spoiler alert. Dat is niet jouw... Oh, wat? Oh... Luigi's turn. Hij probeert met je te ruilen. Ja, ik heb het door. Welke? Ik snap alleen niet wat jij met dat ding rechtsboven zou moeten, Sander. Inderdaad. Maar ik, precies. Ja, hij probeert je gewoon net te doen alsof je niet oplet. Ja, dat was een hele idee. Dat was een hele vuile idee. Dat was ook echt aan het doen, hè. Jordi is Simon gegund tegen...